heb ik een partij gevonden die achter mij staat. Die wil binnenkort 10.000 woningen bouwen, transformeren in Eskamp. Als eerst wil ik zeggen, jullie kennen mij als een zanger. Ja of nee? En dan het keerpunt, politiek. Ik zal een klein beetje toelichten. Het klopt, vanaf kleins af zing ik. Er is daar een mevrouw, een legende binnen ons. Mevrouw Indira Ramcharan. Iedereen kent haar, ook applaus voor haar. Vanaf kleins af ben ik een grote fan van haar. Muziek, zeg ik altijd, het verbindt. Muziek is liefde. Muziek is houden van. Want wat doen wij allemaal hier? We luisteren naar de prachtige zang van Mona en Bhai Sanjay. Ja of nee? Ja toch, dames en heren? En uit muziek heb je voor elkaar liefde. Wat brengt voor mij? Ik heb vanaf kleins af zoveel gezien, zoveel Hindustanen om me heen, vanuit het podiumkant. Maar er is ook een kant dat je ziet, gezin, kinderen. Ja, wij hebben allemaal kinderen, gezin, familie. Er zijn ook problemen die houden binnen thuis. Dat heb ik ook meegemaakt, heeft iedereen meegemaakt hier. Maar dat wil zeggen, mijn visie is, ik wil wat betekenen voor onze Hindustanen. Ik ben een geboren getogen Hagenees. Bruin, maar ben een Hagenees. De mooie stad achter de duinen. Ja, ja, ja. Er zijn drie punten waarvoor ik wil gaan staan. 1. Woningbeleid. En woningnood. Ik ben al 25 jaar lang financieel hypotheekadviseur. Dat weten mensen hier niet, omdat ze mij kennen als een zanger. Maar vanuit mijn kenniskunde en achtergrond heb ik een partij gevonden die achter mij staat. Die wil binnenkort 10.000 woningen bouwen, transformeren in Eskamp. Daar wil ik een onderdeel zijn. Voor starters, doorstromers en uiteraard voor onze ouderen. Dat er een balans in zit. Dat het goedkoop is. Betaalbaar. Dat is nummer 1. 2. Cultuurbehoud. Ja, cultuurbehoud. Kijk maar om je heen. Ryan, dit is toch onze cultuur? Muziek, dans en religie. Voor de jongeren wil ik daar ook mijn bijdrage leveren. Muziek, daar ben ik vanaf kleins af al bekend mee. Dat wil ik overdragen. En natuurlijk hebben we dans. Ik heb een hele mooie partner, die heeft een dansacademie. Netraj. Zij geeft geen Bollywood, maar echt oeroud Indiase dans. Ons jongeren moeten blijven weten wat onze cultuur is. Dus muziek, onze Bollywood, klassiek, dans en onze geloof. Dat is belangrijk. Veelal weten onze geloof. Tegenwoordig kinderen, die willen niet meer naar een mandir. Die willen niet dat je een bhajan draait. Zeggen ze, pa, wat draai je? Draai dan boef. Boef? Nee, Bhagwan of Allah, dat moet je horen. En laatste wat ik wil zeggen, er is al bijna 50 jaar Stichting ICTA. Helaas, door omstandigheden, is het op dit moment best wel moeilijk voor ICTA. Maar, Hart voor Den Haag, groep De Mos, die staat voor een cultureel centrum. Die komt binnen nu en 3 maanden. Maar daar heb ik jullie allemaal bij nodig om alles daar ook voor elkaar te krijgen. Voor jullie, voor ons en voor onze toekomst. Dus dames en heren, 1. Woningbeleid, woningnood. 2. Cultuurbehoud en de nieuwe cultureel centrum. Wil je meer weten? Kijk op mijn social media of anders op de website van Hart voor Den Haag, Groep De Mos. Ik dank u bij deze. En uiteraard een applaus voor Arun. Bridgemohan, Sewa 1473. Dankjewel, Anil. Je maakt de overstap eigenlijk van artiest naar gemeenteraadslid. Waarom? Nou, artiest is groot woord, want muziek, dat heb ik al gezegd. Ik ben al vanaf kleins af heel erg gebonden met muziek. Dans, uiteraard Bollywoodfilms. En het is een hobby die vanaf kleins af voor mij eigenlijk heel veel betekent. Muziek nog steeds.
Ik hou van muziek en het is eigenlijk zo goed gegaan dat ik eigenlijk wel bekend ben geworden in de Nederlandse scene. Yeah. In onze Hindoestaanse maatschappij, de Surinaamse maatschappij. Maar artiest is een groot woord, want jij ook, Ryan, jij kan ook zingen. Je bent een interviewer. Ja, iedereen heeft zijn eigen talent, ja, hè? Zeker. Maar je maakt natuurlijk eigenlijk toch wel een bepaalde stap naar de politiek, hè? Gemeenteraadslid. Ook wel voor de grootste partij van Nederland, hè? Groep De Mos. Van Den Haag, Ryan, want het is een lokale... Ja, oké, okay, het is lokaal, klopt. Het is lokaal. Van Den Haag, ja. Dan moet ik het zeggen. Het lijkt natuurlijk dat Groep De Mos een hele verkiezing had gewonnen, eigenlijk. Nee, je hebt gelijk, natuurlijk voor Den Haag. Je staat voor bepaalde punten. En een van de punten, heb ik net vernomen, was cultuurbehoud. Klopt. Of is cultuurbehoud. Waarom cultuurbehoud? Cultuurbehoud, zoals zo. Kijk, we praten altijd over onze jongeren en onze ouderen. Uit de Hindoestaanse maatschappij. In Nederland, nu kom ik weer terug op Nederland. Mm-hmm. Is er heel veel podium en er worden talentenfestivals gedaan. Talentenzongfestivals. Er worden festivals gegeven waar eigenlijk onze Nederlandse roots... Nederlandse mensen eigenlijk gewoon de jongeren daarvan een podium krijgen. Ja. En hun talenten naar voren kunnen brengen. Ja. Voor onze Hindoestaanse gemeenschap is het best wel lastig onze jongeren een podium te bieden. En ja, gezien dat ik zelf zing, ik heb heel veel moeten eigenlijk doen om te bereiken wat ik nu ben. Maar dus kom je eigenlijk weer terug op de zichtbaarheid van de Hindoestaan? Ja, maar het is ook de doelstelling. Ik wil graag iets voor de Hindoestanen betekenen. Oké. Want... Uiteraard wil ik ook voor de andere gemeenschap doelgroepen wel betekenen. Maar anderzijds is het gewoon, ik wil voor de Hindoestaanse gemeenschap het betekenen. Mm-hmm. En zeer zeker voor onze jongeren. Ja. Want ja, qua dans, muziek en religie is belangrijk dat ze straks ook wel weten hoe ons achterban en onze ouderen dat hebben meegegeven aan ons. Dus dat wil ik ook teruggeven straks aan de jongeren. Dus je bent een beetje bang dat het verwaterd op een gegeven moment? Dat gebeurt, omdat ik zelf kinderen heb. Dat merk ik ook, dat ze gewoon... Ja, het Hindoestaanse taal niet kennen. Juist, ja. Het Hindoestaanse muziek niet willen luisteren. Ze zeggen, pa, je zingt oudbollige liedjes. Ze willen liever naar Boef luisteren. Ja. Dus ja, ik wil dat kunnen behouden. En daarvoor wil ik ook onder andere cultuurbehoud gaan doen. Dans, muziek en religie. En hoe wil je dat gaan stimuleren dan? Doordat ik eigenlijk nu als kandidaat gesteld ben om gemeenteraad, als ik dat zou behalen, ja. Dan kan ik vanuit onze mooie politiek Den Haag, kan ik gaan kijken of we dan een theater of een podium kunnen bieden aan onze talenten. Waar ze ook les krijgen. En zangles krijgen, muzieklessen. Maar dan gericht dat ze wat aan hebben. Je hebt ze wel, maar het is heel nieuw. En ja, je hebt wel ook zangers die lesgeven, maar het zijn niet zoveel in Den Haag. Nee, heel goed. Ja, mooi punt. Nou, hoe zit het eigenlijk met de zekerheden voor de kinderen van nu dan? De kinderen van nu, onze kleinkinderen straks. Kunnen wij dan ervan uitgaan dat het wel gaat lukken? Of gaat het toch wel blijven hangen? Het is niet in mijn handen om eigenlijk dat te zeggen. Je doet je best. Ja. Wij doen allemaal ons best om iets te bereiken. Ik zet mij in om echt uiterst mijn best te doen. Om iets te gaan bieden. Ja. En als dat lukt, is ook een beetje dat Gods wil is. Heel goed, heel goed. Nou, dames en heren. Aniel Parag hier, nogmaals. Hart voor Den Haag, Groep De Mos, lijst 1, nummer 23. Stem op mij, geef me voordeel van de twijfel. Ik wil echt wat voor u betekenen. Dus nogmaals, lijst 1, nummer 23. SEWA 1473 roept hierbij alle stemgerechtigde Hindoestanen in Den Haag op om massaal gebruik te maken van hun stemrecht en zodoende te helpen realiseren om Den Haag wederom op te laten bloeien tot de Hindoestaanse culturele hoofdstad van Nederland.